Hey guys, it's that TLJDM guy. I bought an old school game, it's Forza Horizon. Because Forza Horizon 2 sucks. So I just bought the Forza Horizon back. And this is the little walkthrough and all that, you know. It's in my own language, so sorry for that if you don't understand, but you guys know probably what it all is. Walk through, come on. Why does it take so long? Luistert naar Horizon Base Arena met Scott Tyler op de eerste dag van het Horizon Festival. My stem piper. Het is een prachtige ochtend hier in Colorado en we verwachten vandaag hoog oplopende spanning en brullende motoren. Dreaming zegt engine. Dat regerend kampioen Darius Flint vandaag aankomt op Horizon. Dus als je nu op de weg zit, look at him. Kijk dan extra goed uit. Hij heeft er een hekel aan ingehaald te worden. Dit is Horizon. Luister. It's a bit different than Horizon 2. Because in Horizon 2 you can throw your steering wheel in the corner. You just go in. Because the road is so sticky. Ready is more like loose and all. Forza 4 is more looser, so you get got less grip than Forza Horizon. Forza Horizon 2 is much more grip. So yeah, and this is not the only old school game I just got today. I'm downloading right now another one. Maybe you guys see it when I'm downloading it or not, or I don't know. We'll see, but that game is coming soon. So this is the first episode of Horizon, and if you want to chill or drift or cruise, I don't know, just comment below your game attack below. I'll contact you, or you can contact me by my game attack is my profile still. Only my channel name is changed. Kom gewoon hierheen en breng je auto old school en je vrienden Volkswagen mee. Colorado. Het is de eerste dag van het beste festival ter wereld en het wordt een geweldig feest. Especially yes. For you guys, I have a video of E30 on Horizon 2. Met een belangrijke boodschap. Het is de CEO van Horizon, Alice Hart. I'm gonna do the same drift build on Horizon. Met mij gaat het if I got the money. Wat heb je ons te vertellen, Alice? Dit wordt het grootste Horizon festival tot nu toe. Het Horizon kampioenschap begint morgen. En ik geef plaatsen in de heats weg aan de eerste 10 auto's die bij de we ingang like van Horizon verschijnen. We want to see the cars. Come on. I like the Evo, by the way. Dat is fantastisch. En de Supra. Hey, als je er onderweg bent hierheen, dan maak je kans om je te plaatsen voor de Horizon heats. Kom op! It's been a while that I have this game. It's about a year ago, I think. If it's not longer and all. I'm trying to set my. Yeah, maybe this is better for you guys. Daar gaat de eerste plaats in de heats, maar er zijn er nog veel meer. Dus kom op!
tweede plaats in de heats. Er zijn er nog genoeg. Oh, that Porsche. Wants to cope with him. I can. Okay, my finger, my. Als je even die vrije plaatsen wilt, moet je opschieten. Vooruit! Oh my god. It's been a while that I've played this game with my steering wheel, so. And my buddy is online. Het festival wordt op dit moment bestormd door allerlei soorten voertuigen. Zo so terrible. Nog vijf plaatsen in de heats over. What the hell? Rijden dus. This traffic is loads and loads of fun. Because if you're on the freeway, you're gonna drive behind a traffic car. And eventually you will put his indicator on to the right so you can get past him. And you can floor it. I don't know, it's just like real life is awesome. The same thing in Horizon 2, by the way, but. Maybe the problem is because of Horizon, we know what to expect, and by Horizon, it was much more. Like tuning setups and all that, and we had that, but it's on the Xbox One, so yeah, fuck that. Oh man, that's Sylvia. Look at that Sylvia. Mm. Oh wait, wait, hold up. Yeah, that was not Sylvia. A 240 SX. Okay, I'm gonna invite my buddy to a party. If he's getting into the party, I don't know. We'll check. Laat je auto even nalopen door onze race technicus, Dex Stewart, in de garage. Ik ben Alice Hart, trouwens. Welkom bij Horizon. Okay, that sounded awesome. Sometimes. Okay, so we're in the garage by, I don't know. Meneer Dak is niet tevreden met mijn auto. Inderdaad, maar je moet wel die chique schokdempers vervangen door iets stevigers of je kunt het vergeten. Goed, meneer Dak. Het probleem van de jeugd van tegenwoordig, jullie spelen al vals voordat jullie... Een Volkswagen Corrado uit 95. Alleen had ik er vroeger ook. Maar ja, kom maar op. De timing klopt niet. Okay, so he's saying that the time is not right. Ja, het goede nieuws, in zo'n bak rij je niet zo snel op de pletter. Hier is je pas. Je moet nog wel eens bij me langskomen voor het upgrade. Als je door de heats heen komt, natuurlijk. Okay. Okay. De Horizon Heat waaraan je mee mag doen staat op je kaart. Stel je GPS in op het event. Okay, ga erheen en doe je auto recht aan. Okay, boss, I'm on my way. Let's go. Oh ja. Je autoradio bleef hangen op één zender. Ik heb er een klap op gegeven en nu kun je naar alle drie de radiozenders van Horizon luisteren. Veel plezier. Can't wait to buy another car. I really want to buy another one because I want to have a great and all, but you need money. That's not a problem.
In trailers als deze kun je je aanmelden voor festivalraces. Als je er een ziet, parkeer je erbij om je in te schrijven voor het event. Okay, I'm right at your destination. Thank you very much. And this was it, ladies and gentlemen. See you guys next time.